Ben jij voor meer armoede in Nederland of voor een eerlijke verdeling van de welvaart? Dat laatste toch? We noemen dit wel de drogreden van het valse dilemma. Hoe je deze drogreden herkent, maar met name hoe je hem overtuigend, krachtig en kort kan weerleggen, leg je uit in deze video. De drogreden van het valse dilemma is een hele effectieve manier om mensen te overtuigen van jouw standpunt. Wat je in essentie doet is dat je een heel erg ingewikkeld vraagstuk plat slaat tot een simpele keuze uit twee opties. Waarbij de ene optie jouw standpunt is en de andere optie iets is waar niemand met gezond verstand ooit voor zou willen kiezen. Kijk hier maar eens naar een heel beroemd voorbeeld uit de moderne geschiedenis. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that. Aldus president George W. Bush naar aanleiding van de aanslagen van 9/11. De hele ingewikkelde geopolitiek teruggebracht tot een simpele keuze. Of je bent voor de Amerikanen, of je bent een terrorist. Terwijl in de praktijk en in de reële wereld daar natuurlijk nog heel veel smaken tussen zitten. Maar ja, effectief bleek het wel in die tijd. De vraag is natuurlijk, hoe wapen je je nu tegen? Hoe reageer je op het moment dat iemand je zo'n vals dilemma voor de voeten werpt? De eerste stap is dat je het direct benoemt. Dat je benoemt dat er een discussietruc, een drogreden wordt gebruikt. Kijk maar eens naar dit fragment, een debat tussen Wopke Hoekstra en Jesse Klaver. Maar uiteindelijk is de keuze heel simpel. Wil je koeien of wil je huizen? Het stikstofprobleem, u begon er zelf over, is enorm in Nederland. En daardoor kunnen we in Nederland op dit moment eigenlijk geen huizen bouwen. Het CDA heeft de afgelopen 10 jaar aan de knoppen gezeten. En voortdurend zeiden ze, weet je wat we doen? Dan doen we met innovatie, proberen we die stikstof terug te dringen. Dat is niet gelukt. Maar daardoor zit het land nu op slot. En de keuze is heel simpel, meneer Hoekstra. Wilt u meer koeien of wilt u meer huizen? Nee, is een valse tegenstelling, weet u ook. Nee, dat is geen valse tegenstelling. Het kabinet heeft 5 miljard apart gezet voor de komende jaren om te investeren in dit grote probleem. Want ja, zijn wij het wel over eens. Er moeten 1 miljoen huizen gebouwd worden, bijvoorbeeld voor onze jongeren. Jesse Klaver brengt hier ingewikkelde vraagstukken over klimaatbeleid, stikstofproblematiek en de ingewikkelde woningmarkt terug tot de simpele keuze tussen meer koeien of meer woningen. En wat Hoekstra hier goed doet zijn twee dingen. Allereerst benoemt hij direct, dit is een drogreden. Tweede wat hij goed doet is door er niet in te trappen. Dus niet die keuze te maken die natuurlijk een onmogelijke keuze is. Wat hij alleen minder goed doet, is dat hij direct nadat hij het benoemd heeft, weer doorgaat met zijn eigen verhaal. Waardoor het zomaar zou kunnen dat een deel van de kijkers naar dit debat denken, hé, wacht eens eventjes, die Klaver legde zo'n heerlijke, heldere keuze voor. En Hoekstra ontduikt het een beetje. Die begint een heel eigen verhaal wat ik helemaal niet zo goed kan volgen. Kortom, nadat je hebt geïdentificeerd dat er een drogreden wordt gebruikt, en je daar niet bent ingetrapt door daarop in te gaan, terwijl je dat natuurlijk niet moet doen, moet je daarna eigenlijk die drogreden gaan ontmantelen. En hoe je dat doet, zie je in dit fragment in een debat tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Deze minister-president bezuinigt honderden miljoenen op verzorgingshuizen, waardoor mensen die aan dementeren zijn uit het huis worden geschopt. En tegelijkertijd geeft u miljarden aan de Grieken, aan de Cyprioten en aan Europa. En dat u dat doet, geld aan het buitenland geven en ouderen hier laten verpieteren, verzorgingshuizen sluiten. Voorzitter, ik kan maar 1 ding zeggen, schaam u heel diep. Voorzitter, soms is het ook goed om zo'n debattruc die de heer Wilders aanpakt ook te ontleden. Laat ik dat nou eens doen. Want wat hij hier doet, is de suggestie wekken dat omdat dit kabinet ervoor kiest om Nederland onderdeel te laten zijn van de Europese Unie, omdat wij het in ons belang vinden als Nederland vanwege onze export onderdeel te zijn van de eurozone, bereid zijn onder hele strenge voorwaarden landen waar wij grote exportrelaties mee hebben in Zuid-Europa tijdelijk te ondersteunen onder voorwaarde dat ze hervormen in hun hervormingsprogramma. Dat koppelt hij nu aan de ouderenzorg. Dat is de debattruc. Het is goed dat de mensen thuis dat doorhebben.
Dat mag de heer Wilders doen, maar ik mag het ook ontleden. Dit zijn echt twee zaken die niets met elkaar te maken hebben. Dit is de meest succesvolle manier om deze drogreden te bestrijden. Je begint met te benoemen dat hier een discussietruc wordt toegepast. En daarna ga je hem helder en uitgebreid analyseren. Je legt uit waarom de keuze die door jouw tegenstander werd voorgeschoteld een valse keuze is. Door dat te doen overtuig je op twee manieren. Allereerst inhoudelijk. Jij toont aan dat de redenering van jouw tegenstander niet klopt. Maar tegelijkertijd toon je eigenlijk ook aan dat jouw tegenstander wellicht sowieso niet zo geloofwaardig is. Hij is namelijk degene die deze gekke, valse redenering heeft bedacht. Je zal zien dat als je deze stappen zet en daarna weer rustig doorgaat met jouw eigen redenering, de mensen met nog meer interesse naar je zullen luisteren. Succes!